vroeg aan haar nee, want het voelde niet. Ben jij aan de methadon, zei ik. Ik begon meteen de eerste leugen, terwijl al heel veel dingen wel gebeurden die heel positief waren. En de eerste leugen zei die tegen mij, nee, daar ben ik totaal niet aan. Ik kende in mijn leven eigenlijk geen echte, ik heb geen fijne jeugd gehad, er was geen stabiliteit bij ons thuis. Nou, dan nog een heel leven als drummer van Doe Maar en dan 30 jaar verslaving. Het ging alle kanten op, behalve de goede kant op, zeg maar. Ik had geen idee hoe destructief, hoe de boel overgenomen wordt in zo'n actieve verslaving. Totaal geen idee van wat daar gebeurde. Het was groter, ik heb er geen idee van gehad. Wat is de impact van iemand die een verslaving heeft op de omgeving, op je relatie en op je thuissituatie? Wanneer kan je weer iemand vertrouwen? Hoe weet je wanneer het beter gaat met ze? Dit zijn hele belangrijke thema's en items als jij iemand hebt waarvan je houdt die een verslaving heeft. En wie daar echt over kan vertellen is mijn eigen vrouw die het met mij heeft meegemaakt. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm. Fijn dat je kijkt en luistert. In deze aflevering wil ik het gaan hebben over de impact die iemand heeft in een relatie, als je een verslaving hebt, in een thuissituatie, in een gezin en wat dat met de omgeving doet. Want dat je de omgeving enorm beïnvloedt als je verslaving hebt, dat is wel duidelijk. En iemand die daar absoluut over kan meepraten is mijn eigen vrouw, Margrethe de Vries. Ik ben heel blij dat je hier bent. We hebben echt wel wat maanden al dit eigenlijk, ja, soort van, gaan we nou wel doen, gaan we nou niet doen, dit gesprek? Omdat het eigenlijk waarschijnlijk de meest ongemakkelijke en spannendste podcast wordt tot nu toe. Want dichterbij dan, jij komt het niet. Ja, en voor mij ook, want ik voelde van, ja, ik vind het heel spannend en ook heel intiem om dit naar buiten te brengen, want jij bent er altijd heel erg open over, ja, over jezelf. En als mensen wat aan mij vragen ook, maar ik vind het blijft ingewikkeld om, ja, zo kwetsbaar daarover te zijn, want het is toch een van de kwetsbaarste dingen die ik ooit heb meegemaakt. Ja. En waarom? Hè? Want er zijn zoveel, want dat is natuurlijk ook juist het probleem. Er zijn zoveel mensen met verslavingen, om en erbij 2 miljoen, waarschijnlijk meer. Dus heel veel mensen hebben hiermee te maken. Nou ben ik al, zoals we hier zitten, wat is het vandaag, 28 mei. Nou, 20 juli ben ik 13 jaar clean in herstel. Hè? Dus dat is al, ja, dat is al heel wat. Dat was onvoorstelbaar, dat hadden we nooit gedacht. Nee. En toch vind je het nog lastig, merk je, om daar echt over te praten. Nou ja, omdat ik het lastig vind, omdat ik van jou hou natuurlijk. Dat is het niet een beetje, maar natuurlijk heel erg veel. En dat ik dat dan toch ook moeilijk vind. Want je gaat dan niet over onze mooie dingen alleen maar praten. We gaan juist praten ook, natuurlijk ook. Maar we gaan juist ook praten, ja, over de verdrietige en de pijnlijke dingen. En nou ja, dat blijft toch wel kwetsbaar en ook heel intiem. Maar ik wilde het ook doen, omdat ik zei nog steeds, dat komt wel een keer en ik doe het eigenlijk niet. Want ik voelde ik het. Maar ik krijg, ja, je krijgt zoveel berichtjes, jij, en hulpvragen. En eigenlijk ik ook weer door jou in mijn praktijk. Want krijg ik ook heel vaak van, oh, hoe zit dat? En dan wil ik er eigenlijk wat over vertellen. Dan voel ik hoe de nood hoog is en mensen echt hulp nodig hebben op dat verslavingsgebied. En families en zo in, ja, paniek en wanhoop zitten. En ik weet natuurlijk als geen ander hoe het is. En toen voelde ik eigenlijk, hebben we het gisteren pas besloten, ja, van, Oké, ik ga het doen. We gaan het doen. Dus nou, dit wordt het meest spannende en meest, ja, ongemakkelijke gesprek, denk ik, wat ik ooit ga voeren met mijn eigen vrouw. Maar ja, als het over verslaving gaat en herstel daarvan, is dat toch wel een ding. Ja. Dus nou ja, weet je, en wat ook bizar is, is natuurlijk, er is best veel hulpverlening voor iemand die een verslaving heeft. Maar er is gewoon bizar weinig hulpverlening en echte goede hulp en kennis voor de mensen ernaast. Nou, daarvoor maak ik ook deze podcast, ja, onder andere. Nou, als we teruggaan naar het begin, hè, we kennen elkaar eigenlijk vanaf 2008. Toen kwam ik bij jou, en Margrethe als natuurgeneeskundige, vergoedere zorgverzekeraar en, ja, healer. En ze heeft iets extra's. Want misschien nou ook nog even vertellen over jouw ogen. Ja. Kan je het zelf vertellen?
Nou, ik ben bijna blind. Mijn linkeroog is helemaal blind. En mijn rechteroog zie ik 12%. En toen ik een babytje was, heeft iemand mij opgetild. En wat een mooie baby. En op mijn achterhoofd laten vallen. En toen ben ik bijna mijn hele gezichtsvermogen kwijtgeraakt. Dus ik kan niet zien hoe iemand eruit ziet. Soms een detail of heel dichtbij. En ik heb heel erg geleerd van kleins af aan om te voelen. Dus mijn intuïtie is heel erg groot ontwikkeld. Doordat ik moet voelen vanuit mijn hart. Dus ik voel eigenlijk iemands hart. Dus ik voel iemand waar ze pijn en verdriet zitten. Dat is eigenlijk een heel groot geluk bij een ongeluk. Ja. Nou, pijn en verdriet, die had ik enorm. Natuurlijk, toen ik bij jou kwam, moet ik even uitleggen. We hadden een gezamenlijke kennis. En die zei van, met mij ging het gewoon helemaal niet goed. Ik was aan het einde van mijn verslaving. Ik had eigenlijk opgegeven, alle hulpverlening werkte niet. Stoppen, beginnen, zelf proberen, niks werkte eigenlijk. En ik had me eigenlijk bij neergelegd van, dit is mijn leven. Dit wordt ook mijn dood, want ik ga hier niet oud mee worden. En ik had het eigenlijk gewoon opgegeven. En die gemeenschappelijke kennis die zei van, kan jij nog eens naar die René van Kolm kijken? Misschien valt er nog iets aan te repareren. Dus ik kwam op zondag naar jou. Hopeloos geval. En wat zag je voor een mens binnenkomen? Ja, kijk, dan moet ik al zuchten. Dat was heel verdrietig. Je was helemaal hopeloos verloren. Je had er geen lichtuitstraling van. Je bent natuurlijk altijd licht, maar je was echt helemaal in het somber zoals je voelde. Een verdriet, dat straalde je ook uit. En je had helemaal geen hoop op de toekomst. En eenzaam, angstig. Je was zelfs suïcidaal eigenlijk. Je was zwaar depressief. Nachtmerries. Je hele fysieke gestel. Alles was helemaal uit balans. Dus je was totaal, ik zeg altijd een nul. Als ik iets vraag aan iemand, is niet erg. En een 10 is erg. En heel veel beantwoorden je met een 10. Zo slecht voelde je. Ja. Zo, ik was niet topfit, zeg maar. Ik zat er niet echt lekker bij. Nee, het ging gewoon super slecht met me. En, dat was heel verdrietig. Ja, dat is het vooral. Dat is natuurlijk de verdriet, de eenzaamheid, de radeloosheid. Ondanks ik me er een soort van had bij neergelegd dat het zo was, bleef dat natuurlijk gewoon verschrikkelijk knagen. En ik denk dat dat wel duidelijk is. En er gebeurde eigenlijk, een lange versie kort, is dat je me eigenlijk vanaf dat moment ongelooflijk geweldig geholpen hebt met van alles en nog wat. En ik had wel zoiets van, ik had natuurlijk zoveel pillen en poeders van een dokter gehad. Ik dacht, dat wil ik echt nooit meer, want dat helpt ook niet. Maar ik stond wel open voor alternatieve geneeswijzen, andere manieren van kijken, wat kan ondersteunen. He, buiten een heel traject wat ik zelf heb moeten doen in de 12-stap-programma en de kliniek. Maar wat ik wel voelde bij jou, en dat was eigenlijk een grote verandering. Waar ik nog steeds heel dankbaar voor ben. En wat ook heel bijzonder was, dat jij mij wel kon zien voor degene die ik echt ben. En voor die ik toen ook al was. En dat kon ik zelf niet meer. De omgeving natuurlijk ook niet. Hè? Want je wordt toch aangekeken van, heb je hem weer, een junk. En dat vond ik natuurlijk zelf voor mezelf ook een loser en een junk. En dat wordt dan eigenlijk, keer op keer wordt dat bevestigd. Dat je het niet kan, dat je een zwakkeling bent, dat je niks voorstelt. En dat was bij jou niet zo. Jij kon mij zien voor degene die ik echt was. Ja, maar ik kon zien wie je... Ja, dat komt dan daardoor. Ik kon voelen je hart en dat het echt goed kon komen. Dat ik voelde ook dat het goed kon komen. En dat je ook weer in je kracht... En kon je ook je lievigheid en de liefde voelen wie je wel was. Dus dat was... Ja. Ja, maar ook het... Wat jij dan, wat bijzonder aan is ook de oordeelloosheid en de zelfafwijzing, die natuurlijk enorm veel is bij iemand met de verslaving, waar de omgeving logisch dan in meegaat. Want je wordt bevestigd keer op keer dat je ook zo gedraagt. Maar dat was bij jou helemaal niet zo. En dat stukje, dat heeft me al enorm geholpen, doordat jij anders naar me keek. Gelukkig maar. En wat toen ook gebeurde, ik was toen helemaal onder de indruk van de ontmoeting met jou en de behandeling. En toen dacht ik, dit is een geweldige vrouw. Dus er gebeurde ook nog wel iets anders, wat eigenlijk helemaal niet de bedoeling was. Maar er was een heel groot gevoel van liefde, van zielsherkenning tussen ons tweeën. Ja.
Ja, dat was ook bijzonder, want dat gebeurde natuurlijk eigenlijk helemaal nooit. En kijk, ik ben wel bijna blind, maar ik kan ook voelen hoe iemand erin zit. En hij zat er dus echt helemaal niet in dat je verliefd wordt op iemand. Maar er kwam gewoon zo'n diepe zielsherkenning. Dat gebeurde eigenlijk meteen. Er gebeurde gewoon iets wat je niet verwacht en wat zo diep zat. Nee, want toen ik er op dat moment bij zat, was ik niet zeg maar een aantrekkelijk hapje voor jou als man. Want ik woonde bij mijn moeder ergens in mijn 40ste jaren. Ik had geen geld. Ik had een grote vuilniszak vol met ongeopende brieven van de incasso en noem maar op. Ik had geen eens een fiets. Dus het was nou niet dat je zegt, nou dat is nou echt... Maar daar ging het niet om. Er gebeurde wat anders. Ja. Dat was heel erg bijzonder. Maar tevens in het eerste consult... Wat ik met je had, want omdat ik, ja, ik heb natuurlijk natuurgeneeskundige HBO-opleiding gedaan. En ik vroeg aan jou, en ik weet natuurlijk ook, ik heb wel dingen gehoord. Dus ik vroeg aan René, want dat voelde niet. En ben jij aan de methadon, zei ik. Ja. En dat was eigenlijk, begon meteen de eerste leugen. Terwijl al heel veel dingen wel gebeurden die heel positief waren. Ja. En de eerste leugen zei hij tegen mij, nee, daar ben ik totaal niet aan. Ik zit op het laatste stukje en hij noemde een andere merknaam. En ik liet me daar ook meteen door eigenlijk meenemen dat ik dat, vanzelf spreek. Ik wilde dat ook geloven, want ja, hij vertelde dat. Waarom zou iemand tegen mij gaan liegen? Ja. En dus ik ging niet, ik vertrouwde eigenlijk niet eens op mijn eigen intuïtie op dat moment. Want René kon toen ook al heel goed praten. Ik zeg altijd, als iemand die verslaafd is, René kon ijs aan een Eskimo verkopen. Dus ik dacht, ik heb het fout. Ja, nou ja, dat is wel een mooi punt om in te haken. Ik denk, nou ja, mooi tussen aanhalingstekens dat... Ja. Jij bent echt iemand die supergoed kan voelen. En ik hoor natuurlijk van heel veel families, partners, ouders, dat je van binnen weet, nou, dit klopt eigenlijk niet. En ik twijfel hier heel ernstig aan of je weet gewoon dat iemand ligt. En toch ga je dat dan, accepteer je dat of wil je dat dan geloven? Ja. He, want inderdaad, ik zat aan een methadon. Dat is een soort opiaatvervangende middel voor de middelen die ik toen gebruikte. Voor de heroïne, ja, echt. Ja, dat was duidelijk. En jij zei, toen zit je aan de methadon. Ik zei, nee, ik zit aan de Cimarron. Nou, dan moet je een kenner zijn. Maar dat is gewoon hetzelfde, een andere naam voor hetzelfde middel. Ja, dus want ik zei dit ook, zei die nemen, is iets heel anders. Ja. Nou ja, en op dat moment denk je van, nou ja, het voegt ook niks toe. Want daar ging het over. Maar zo subtiel zijn de kleine dingetjes van oneerlijkheid eigenlijk gebeurt dat. Ja, en hoe kan het nou dat ondanks jij voelt dat het niet klopt, en er was natuurlijk wel al echt een liefdesgevoel tussen ons, maar goed, ik ken die ook nou, dat je dan toch daarin meegaat? Nou ja, buiten het liefdesgevoel er gebeurt ook natuurlijk iets, omdat je, ja, ik zelf zou niet daarover liegen, want ik zou zelf, als ik iets heb en ik kom bij een therapeut, vertel ik de waarheid wat er met mij is. Dus je verwacht dat ook niet. En ik voelde dat dan wel. En ja, je gaat dan op je gevoel af. En als iemand echt zo vol overtuiging kon zeggen, nee, ik zit laatste staartje van mij, een verslaving, zo zag het er wel niet uit. Maar ja, ik wist ook niet beter. Ik zag wel dat hij hopeloos was. Maar je gaat er niet vanuit dat iemand zo tegen je liegt. Ik voelde het wel. Ja. Maar dan ga je het toch... Is het. Ja, nou ja, goed. En dat is natuurlijk iets wat ik... Maar dat was maar het begin. Toen hadden we natuurlijk ook nog niet echt... waren we nog niet echt samen. Toen was er ook nog geen houden van. Was er wel een liefdesconnectie. Dat is natuurlijk later. Werd dat nog ingewikkelder. Want dan ga je natuurlijk echt van iemand te houden en dan word je gehecht aan iemand. Dan ben je bezorgd, dan ben je angstig. En dan en je voelt dat er iets niet klopt en iemand zegt dan dat het niet waar is of dat je in de war bent of dat je het niet goed ziet of voelt, op een hele gekke manier wil je het dan misschien ook niet voelen of weten, want je wil eigenlijk alleen maar dat het goed gaat of dat je het mis hebt. Ja. Het is te groot om daar aan te gaan. Ja. Nou ja, dat is wel mooi dat je dat zo zegt. Maar hoe pijnlijk is dat ook? En ik kom dat natuurlijk elke dag in mijn werk tegen als familiecounselor. Maar nog even een stapje terug. De tweede keer dat ik je zag, was er echt wel zo'n duidelijk liefdesgevoel tussen ons. Want jij zat op een gegeven moment ook, ja, wat voel je en wat beleef je? En ik zei, en het klinkt als een versiertruc. Nou, daar zat ik helemaal niet in. Maar ik zei alleen maar van, ja, ik voel jou en ik voel ons. En ik, ja, dat was gewoon zo'n sterke
gevoel van liefde en herkenning, daar kon je gewoon niet omheen. Dus, nou, lang verhaal kort. Ik ook niet. En het was voor mij ook niet dat ik dacht van, wat gebeurt er nou? Wat was ook inderdaad niet waar je voor kijkt, wat je nu hebt met Tinder of zo. Dat je denkt, dat is een aantrekkelijk profiel. Dat was het ook niet. Er gebeurde gewoon. Het was iets anders. Wat een rampzalig profiel. Maar goed, die liefde is er dan toch. Ja, zeker. En ik vertelde natuurlijk ook, hè, dat is toch een stukje manipuleren en liegen van, nou, het valt wel mee en het is het laatste stukje van mijn verslaving en het ligt allemaal eigenlijk achter me. Dat soort verhalen vertelde ik allemaal. Dus ik maakte het veel kleiner dan het eigenlijk was. Nou ja, wij gingen eigenlijk, ik weet niet meer precies, maar na drie maanden... Waren we samen. Ja, na drie maanden waren we samen. Ik weet nog dat op een gegeven moment, hè, er was natuurlijk steeds contact en dingen, en op een gegeven moment kregen we al twee de griep. Maar ik voelde ook wel, dat was wel ook iets dat ik dacht, we kregen de griep. Dat was zo, maar dat ik niet meteen, want ja, zo op een gegeven ogenblik ging het ook beter wel door de behandelingen. Maar ik voelde echt van, nee, we houden het nog even gewoon we houden het nog platonisch. Dat voelde ik, en na drie maanden is dat al veranderd. Ja. Ja, toen kregen we allebei de griep. En toen dachten we, laten we dat bij elkaar in bed uitzieken. Nou ja, van het een komt het ander. Maar goed, we zijn nu al. We hebben het wel goed uitgezien. We hebben het goed uitgezien. Maar ja, inmiddels zijn we al jaren verder natuurlijk heel veel meegemaakt. Maar goed, toen heb je natuurlijk ook wel meegemaakt wat mijn verslaving echt inhield. Ja. Hè? Want jij dacht misschien nog van, ja, je hebt geen idee. Ik heb nog nooit dat meegemaakt. Ik kon niemand die zo, zo'n verslaving heeft gehad. Dus ja, verslaving. Vroeger, ja, mensen wel die ik ken, die gebruikten misschien wel eens cocaïne. Niet, weet je, die, ja, of drank. Of zelf ben ik niet echt van drugs. Ik heb ook wel eens wat geprobeerd, maar het is niet, is niet mijn ding, helemaal niet. Nee, dacht, geen verslaving of iets, nee, nooit. Ja. Maar ik dacht van, ja, ik had geen idee hoe destructief, hoe de boel overgenomen wordt in zo'n actieve verslaving. Totaal geen idee van wat daar gebeurde. Het was groter. Ik heb er geen idee van gehad. Nee. Heb je het onderschat? Heel erg onderschat. Ook omdat je gewoon dan denk je, nou, mensen kunnen daar vanaf. Ik heb natuurlijk ook mensen gehad in mijn praktijk die ik heb geholpen. Die met drank of drugs, en die ik echt kon helpen om daar minder of mee te stoppen. En ja, dit was gewoon zo'n andere categorie en zo groot dat ik dat heel erg heb onderschat. Dat was, ja. Nou ja, en om maar een voorbeeld inderdaad, wat ik zelf weet is, ik was, en dat moet ik wel zelf ook zeggen, hè, bij jou ben ik echt, ja, dat klinkt alweer zo cliché, maar zo is het wel echt thuisgekomen. Ik kende in mijn leven eigenlijk geen, echt, ik heb geen fijne jeugd gehad. Er was geen stabiliteit bij ons thuis. Nou, dan nog een heel leven als drummer van Doe Maar. En dan 30 jaar verslaving. Het ging alle kanten op, behalve de goede kant op, zeg maar. Fantastische dingen meegemaakt. Maar geen thuis, stabiele rust, basis met liefde en harmonie en dat soort dingen. Dat ken ik niet. En dat leerde ik bij jou wel echt kennen. En ik weet nog in het begin, in ons dorpje waar we wonen, dat dan was ik daar. Dan was ik gewoon intens gelukkig. Dat, ja, ik had gewoon de liefde van mijn leven gevonden. Dat kleine witte hondje wat we hebben. En ik liep dan door Zandvoort en ik voelde me blij. En ik had, weet je, ik werd gezien en gehoord. En toch moest ik gewoon, ik was niet in herstel van mijn verslaving. Nee, ja, je ging naar meerdere hulpverleningen en naar therapeuten. Dus je was ermee bezig om te stoppen. Ja. Je was aan het afbouwen van die methadon. Dus het leek hoopvol. Ja, maar het was ook wel een soort van hulpverlening met een beetje, zeg maar, pappen en nat houden. En dat was van een hulpverlening die met je meepraat. Maar er werden geen echte confrontaties en consequenties gesteld. En nou ja, enzovoort. Nou ja, ik weet een van de dingen die ik me kan herinneren, dat het dan, ik was ermee bezig en ik deed mijn best, dus aanhalingstekens. Maar op een gegeven moment kan ik me ook herinneren, had ik een verjaardag en had je alles versierd en had je mijn favoriete eten gekookt, cadeautjes, je had mensen uitgenodigd en ik was er gewoon niet. Of ik ben 's middags weggegaan, volgens mij om te gebruiken. En ja, en hoe was dat? Dat zoiets, hè? De eerste keer dat je echt in aanraking kwam met mijn echte verslaving. Ja, het was natuurlijk heel
Dat was sowieso heel schokkend. Maar wat het allerschokkendste was, zo wat jij net zegt, het was allemaal zo goed. Alles was als we samen waren. Dan kwam René en dan zei hij ook, ik ben zo gelukkig. En het straatje, het huisje, familie, zijn moeder leefde nog. Allerliefste ja. moeder had René, die je maar kon bedenken. Die was bij ons. Mijn familie omarmde hem. Het was allemaal mijn vrienden. Het was echt, ja, eerst niet. Eerst vroegen ze, ben je wel niet helemaal in orde met iemand met zo'n probleem? Maar ik zei, ik hou van hem. En toen zei iedereen van, ja, nou, we houden ook van hem. En zo ging het eigenlijk. Iedereen heeft je heel snel omarmd. Ja. Zo ging dat bij ons in het gezin. En dat klopte allemaal. En hij was aan het afbouwen en afkicken. En toen, ja, in één keer, dan zei hij, dan werd hij wakker. En ik kon natuurlijk goed ook dat voelen. Dan zei ik, voel je niet goed? Of kunnen we wat doen? En dan zei hij van, ja, ik heb heel veel, ik voel me niet goed. Ik voel me heel slecht. En ik heb eigenlijk trek, zei hij dan. Ik voel me helemaal niet goed. Ik moet misschien wat omhoog met die middelen. En dan zei ik, nee, we zijn aan het afbouwen. Want we waren bezig met een traject en aan het afbouwen. Was je jarig, ik ging je daardoor helemaal versieren en helemaal leuk. En nou ja, die dag had je het al heel erg moeilijk. Want daar ging het eigenlijk over. Je voelde je niet goed en je had gewoon trek. En er zaten nog dingen jou ook gewoon dwars uit je verleden. En toen ben je eigenlijk niet thuisgekomen, terwijl er een feestje was, lekker gekookt, vrienden. En jij kwam niet, want je was aan het scoren. En nou, dan pakte je telefoon niet op en de paniek die je dan voelt. Dat je denkt, oh, er is wat met hem aan de hand. Want je denkt, waarom pakt hij zijn telefoon niet op? Dus nog bellen, vrienden bellen. Wat is er aan de hand? Telefoon helemaal uit. Op een gegeven ogenblik, weet ik wel, dan wil je... Ja, want wat jij had is dat je dan naar Amsterdam ging om te scoren met de trein. Dan ging je weg met de trein en nog zo triest ook allemaal. Hij ging dan niet eens aan een kroeg of om te gebruiken, drinken. Hij ging dan gewoon scoren in de Zeedijk of in die buurt daar. En dan ging je lopen. En dan kwam je dus helemaal terug met stukkende voeten. En ja, helemaal uitgewoond van zoveel drugs en vreselijk, dan wilde ik die trein wel tegenhouden. Ik was dan in paniek dat je wat gebeurt. Je moeder was dan heel verdrietig. En wij konden er ook gewoon niet bij met ons hoofd. Omdat je zelf gezond bent, is het en dat iemand van wie je houdt zo in extreme gaat, kan je daar niet bij. Ja, ik vind het toch nog, weet je, het is al een tijd geleden. Het blijft gewoon heel heftig om te voelen ook hoe dat is, hoe ik me voelde en hoe ik jullie, mijn moeder, maar ook jou gewoon keihard heb laten zitten. En dat is zo onverklaarbaar dat je het zelf niet begrijpt. Dan heb je eindelijk heb je alles in je leven wat je wil. De vrouw van je leven. En dat gevoel dat je, en dan word je op een gegeven moment wakker en is die duivel daar, zeg maar, die gewoon tegen je praat. En het moet gewoon gebeuren dan. Ja. En mensen met een verslaving kennen dit wel, maar mensen die geen verslaving hebben, is gewoon niet te begrijpen. Nee, maar de mensen dan weer die aan mijn kant zitten, zoals ouders of familie of vrouw of relaties of kinderen, die willen dan weer alles doen om te redden dat ze het niet gaan doen. Dus wat je gaat proberen is, je gaat alles uit de kast halen van, voel je niet goed, wat kan ik doen en om je te helpen. Want jij wil het, ik wil het verhelpen. Terwijl dat gaat niet, dat is wat je wilt doen. Ja. En dat de enige die dat kan, en dat hebben we uitgevonden, dat ben jij zelf. Ja. Ja, dat is zo. Maar goed, daar speel jij natuurlijk een hele belangrijke rol in. Nou ja, zo hebben we anderhalf jaar hebben we eigenlijk van alles meegemaakt. Hè. Ik ben drie keer echt dan in een serieuze plek opgenomen. De eerste keer was dan toch wel weer half zacht. Dan had ik nog medicijnen en dat deed ik allemaal. Hè. Vroeger was mijn behandeling, ik deed wel dingen, maar dan voor 50-60%. En misschien op een hele goede dag 70%, maar nooit 100%. En daar ben ik ook weggelopen en weer gaan gebruiken en Wat er dan ook gebeurt, en dan ben je boos. En dan denk je, nou, ik ga hier echt mee stoppen. Want ja, op zich, buiten mijn ogen om, heb ik wel een gezonde
relatie, ook met mezelf en sta gezond in het leven, dacht ik, ja, dit kan niet, dit is veel. Ik werd er echt helemaal, je wordt helemaal zelf ziek van. Ik werd ziek, ik werd gestrest ervan, ik kon niet goed slapen. Ja, je wordt bang dat iemand wat gebeurt, dus je leeft constant met stress. En ja. Ja, op een gegeven moment zei ik ook wel tegen jou van, ik hou van je. En want wat het was als het dan gebeurd was, dan had je daarna, was je helemaal kapot en had je spijt. En dan wilde je natuurlijk meteen weer alles doen om het goed te maken. En de hulpverlening in. Want dan, en ik weet ook dat je dat echt wilde. Want ja, je kwam er niet blij uit. Het was niet dat je dacht, goh, wat ben ik vrolijk en wat was het allemaal leuk. Je was helemaal uitgewrongen. Ja, dan ging je eigenlijk, zag ik wat er met je gebeurde. Nee. Dus dan wil je ook weer het proberen, omdat je van iemand houdt. En je hoopt dat het iedere keer weer toch goed komt. Want dat is het enigste waar je naar verlangt. Dat hij dus beter wordt. Dat het met jou goed gaat. Ja. Dat is wat je wil. Dat is het enigste. En dat wilde zijn moeder. Je wordt gewoon beheerst door die hele ziekteverslaving. Ja. Heeft hij een goede dag? Heeft hij niet een goede dag? Oh, het ziet er hoopvol uit. En nou. Ja. En die hoop brokkelt natuurlijk steeds verder af. Hè? Maar je wordt echt meegenomen. Ja, goed. Ik vind toch wel, als jij het dan zegt, dan ik zie al die beelden en die dingen voor me. Ja, ik ook. Dat was wel. En dan denk ik, heb je nog maar anderhalf jaar meegemaakt. Maar die waren wel heel intens. Juist omdat er zoveel liefde is. Oh, zeker. Het lijkt het wel alsof het nog eigenlijk erger is. Ja, er was zoveel liefde en het was zo warm en zo goed. Maar toen heb ik ook op een gegeven ogenblik tegen je gezegd van, weet je, ik wil oud met je worden, want ik hou echt van je. Je bent de liefde van mijn leven. Maar ik wil niet oud van je worden. Ik wil oud met je worden, maar niet oud van je worden. Ik voelde echt, dit maakt mij kapot. En ik zag ook zijn moeder dan en dan kwam zijn moeder. Hi, zei ze dan 's ochtends. Ze voelde het dan ook altijd al wel aan, want je zag al aan René. Dan ging het al slechter, dan ging je isoleren meer, dan ging je meer terugtrekken. Je werd niet heel open meer. Je vertelde dat je last had. En dan zijn moeder voelde het ook en zei ze, hoi met mij, hoe is het? En zei ik, ja, Puk, sorry. Hij is gaan gebruiken en dan was ze helemaal ook overstuur en ik overstuur. En dat waren hele heftige momenten. Ook omdat je echt bang was, weet je, heroïne en crack en alcohol, weet ik veel. Je kan er gewoon aan doodgaan. En ik had vroeger Christiane F. de boek geluisterd en de film gezien. Mm. Hoe eng en spannend was dat? En ik hield van iemand die heroïne gebruikte en crack. En ook op dat moment, als je het gebruikte, was je natuurlijk zo onbetrouwbaar als ik nooit iemand in huis zou houden. Maar dan, dat waren twee kanten. Dus degene wie jij echt bent, is lief. Jij zou nooit eigenlijk niet eens een leugentje om best wil doen. Of stelen, dubbeltje niet. Je legt alles, als je iemand ziet die moeite hebt, dan help je iemand of je geeft iemand wat. Maar dan, wanneer het duiveltje komt, was je gewoon een totaal ander persoon. Ja. Ja, dat is zo. Het blijft gewoon heel pijnlijk en onbegrijpbaar, maar zo is het wel. En dat is natuurlijk precies wat het ook doet. Hè? Ook die strijd die je zegt tussen degene waarvan je houdt en degene, zeg maar, waar die ook die verslaving heeft. Maar dat gaat de hand in de hand. En dat blijft gewoon heel moeilijk voor als je zoveel van iemand houdt. Nou ja, goed. En wat ik nog wel wil zeggen tegen alle mensen die kijken en luisteren, is dat Wat mij het meeste geholpen heeft, is, dat klinkt heel gek, is, tuurlijk is dat die liefde, maar is het vooral niet de grenzeloze liefde. Hè? Dat je wel die liefde altijd gehad hebt, maar dat je dus wel grenzen ben gaan stellen. Want ik ben pas in herstel gekomen en echt voor de zoveelste keer, en daar was dan ook een goede behandeling, en 12-stappenkliniek. Maar toen was het ook veel te ver gegaan. Ja, maar ja, toen was het ook. Ja, toen was je er eigenlijk ook klaar mee. Ja, toen dacht ik echt, dit kan echt niet. Dit is zo buiten alle grenzen, omdat ik gewoon echt dacht, ik ga anders zelf kapot. Ik hou van hem, maar ik krijg zo, dit gaat niet. Want ik kon hem gewoon niet meer vertrouwen.
Ik kon jou niet meer vertrouwen dan. Dat is, ik zeg niet je, ja, maar ik weet ja, even ja. niet. Het is, ik kon je gewoon niet meer vertrouwen. Ik werd er gewoon letterlijk en figuurlijk ook echt ziek van. Ja. Ja, dat is zo. Ik weet, en dat is ook een heel gek stukje, dat het ook heel gek is dat jij, niet dat je nooit ervoor grenzen stelde, maar dit was echt een ultieme grens, een bottom line. Ik ga wel eerst wel grenzen zeggen. Ja. Dat ga ik niet meer doen. En anders, ja. als kan het een werk, dat weet je. Maar ik ben niet iemand die heel hard is, want ik ben eigenlijk lief. Maar op een gegeven ogenblik voelde ik ook wel echt, dit ging gewoon zo hard de verkeerde kant op. Ja, ik had toen ook spullen gestolen. En dat had ik ervoor nooit gedaan. Dat was heel verdrietig. Dat was echt gewoon dat ik dat gewoon niet kon geloven. Want hij nog nooit, hij gaf me alles. Als hij een keer wat had, hij wist van gekkigheid. Weet je niet wat je voor me moest doen. Je was de liefste. Je droeg me op handen. En dit, en ik voelde dat ook weer van die sieraden. En dat had hij nog nooit gedaan. Ik had er nog nooit een aanleiding voor gehad. En toen liep ik. We hebben een huisje met beneden en boven, een klein huisje. En ik liep naar boven. Terwijl ik boven liep, zei ik: ik voel dat je dat en dat doet. Wat ben je aan het doen? En toen eigenlijk zat hij te huilen al. Hij zat al te huilen. En ik zei: sorry, ik heb het niet goed gevoeld. Het spijt me. Want ja, je gaat er niet vanuit dat je gelijk hebt. En je wil het ook niet. En iemand waar je zoveel van houdt die dat doet. Dan wil je ook gewoon dat niet geloven. Je kan het niet geloven. Dat is natuurlijk gewoon eigenlijk je hart kan dat helemaal niet aan. Ja, maar jij ging sorry zeggen voor iets. Ik ging sorry zeggen. Ja, dat is en ik liet je ook, je ook gaan. Want je ging toen weg. Ik had moeten zeggen, want ik had het gevoel van, hey, dan had er niks aan de hand geweest. Maar ik heb die grens niet gesteld. Want ik zag ook al hoe ver heen je was, hoe kapot je was. Je had al gebruikt, dus wat anders had je dit nooit gedaan. Je had daarvoor al, was je al bezig. En toen had ik wel gezegd, zo was het eigenlijk. Ik wil eigenlijk dat je weggaat. Zo was het dat je weggaat en je computer meeneemt. Want het voelt als dat het niet veilig is, dat je nu thuis bent. En toen heb je pas die dingen gestolen, want zo was het. Ja, toen was het al. En het is heel rap gegaan in anderhalf jaar richting de verkeerde kant op. Maar goed, ik weet toen kwam ik, toen had ik weer dagen gebruikt. En toen kwam ik, want mijn moeder deed altijd in haar wel grenzeloze liefde, altijd de deuren open. En toen zat ik weer bij haar op mijn kamertje daar. En toen, maar ze had niet de deur. Ze was echt heel boos. Ze heeft een vaas naar je gegooid. Ze was echt klaar met je. Ja, ze was. Ja, maar dat kwam pas ook daarna. Maar ze liet me toch binnen. Ja. En toen had je een e-mail gestuurd van. ik had het een moeilijk stukje van. Ik heb die e-mail, die heb ik niet meer. Die zou ik heel graag nog wel eens lezen om het gewoon te voelen hoe dat echt was. Maar van, het was zo'n hele regen, zo'n donkere Nederlandse avond met regen en wind. En toen zei je, de hemel huilt en je hebt onze liefde kapot gemaakt. En dat moment, dat weet ik nog, dat was wel echt. Omdat ik toch zoveel van je hield, maar die verslaving ging gewoon door. En ik bleef gewoon de boel kapot maken. Het is ook, dus je begrijpt het niet, maar zo gaat het wel. Ja. En dat was toch heel moeilijk, want toen voelde ik ook vanuit, ben je kwijt. Het enige grootste geluk wat ik eigenlijk gevonden in mijn leven heb, maak ik gewoon nu gewoon weer, heb ik weer kapot gemaakt door de verslaving. En dat moment, dat is wel echt mijn rock bottom, zoals ze dat dan noemen, geworden elke keer geweest. En toen heb je ook gezegd van, nou, ik wil het niet meer en het is. De liefde kan je niet uitzetten, maar. Ja, het is, je kan zoiets eigenlijk helemaal niet geloven. Want als ik nu tegenover je zit, dat je dat eigenlijk gedaan hebt. Want zo ver weg, maar het is wel zo. En de angst inderdaad, ook omdat dat gekkigheid, het interesseerde me helemaal eigenlijk niet. Want ik ben totaal niet van materie. Ik ben dus, daar ben ik eigenlijk niet mee bezig, zo met materiële dingen. Het was natuurlijk heel erg grensoverschrijdend wat hij had gedaan. En natuurlijk was dat te ver en voelde onveilig. Maar het allerangstigste was dat ik dacht, oh mijn god, nu heeft hij echt heel veel geld. En straks heeft hij een overdosis. Dus dat is het eerste waardoor je heen gaat. Zijn moeder en ik waren alleen maar bang dat het nu dan echt fout was. Ook omdat hij wist
dat ik gewoon nu klaar ermee zou zijn. Want dat wist hij wel. Ik bedoel, ik ben niet dom of ik ben niet... Dat wist je ook. Eigenlijk was ik er al klaar mee op een stukje. Voordat je dat had gedaan. Toen was het al te ver. Ja, de angst, dat is natuurlijk de angst die overheerst en die beheerst. Zeker de mensen eromheen. En trouwens bij mijzelf ook. Hè, dat ik dan echt niks meer had en ook een einde eraan zou maken. Maar eigenlijk, ja, weet je, dat zeg ik ook tegen de mensen die bij mij komen. Het is wel op een gegeven moment is het zwemmen of verzuipen. Hij of zij gaat het doen of niet. Hè, maar dat hebben we toen ook wel echt gevoeld, allebei. Want toen kwam je terug en toen was je echt helemaal kapot. En je was helemaal... Dat was de ergste keer, heeft je moeder gezegd, dat ze ooit jou thuis heeft gehad. Ja. Dat ze echt gewoon in alle staten was. Toen wilde je eigenlijk ook niet naar een kliniek eerste instantie. Je wist, je was helemaal kapot. Maar je dacht, het helpt toch niet meer. En mijn leven is voorbij. Ja, maar jij, door die toestand wat ik toen gestolen heb bij jou thuis, heb jij die grens gesteld. En toen heeft mijn moeder zich aangesloten bij die grens, want die was eigenlijk... Ja, je moeder was nog strenger dan mij, want die had echt zoiets. Die was echt... Die was wel echt boos. Die was echt heel boos. Ja, was ze maar veel eerder boos geworden. Ja. Maar goed, toen hebben jullie dat gedaan van, en nu ga je het echt doen, anders gaat de deur dicht en dan stoppen we er echt mee. Ja. En dat heeft me toch, en het klinkt altijd gek, want heel veel mensen die ik dan tegenkom, is dan van ja, maar dan duw je hem over de rand heen. Nee, dat is juist het stuk wat ik nodig had om in herstel te komen. Ja, nou ja, we hebben natuurlijk toen echt gezegd van je gaat naar de kliniek, er gaat echt wat gebeuren, je kan nu niet thuis. Terwijl de relatie was over, ik heb gezegd, ik laat jou gewoon los, ik hou van je, de relatie is over. En toen zei je echt van ja, maar het ging eigenlijk zo niet goed met je, dat ik ook wel voelde van, nou, ik geef mijn grenzen aan en ik ben niet met jou en ik kom niet een kopje thee doen, maar als er echt wat is, dan kom ik, heb ik gezegd, om je te ondersteunen. Dat heb ik gedaan. Dus ik heb je vergeven op wat je gedaan had. Dat heb ik gedaan. Maar ik heb je wel niet helemaal losgelaten in de zin van, want dat hoor ik ook wel vaak van, ja, dan laat ik hem los en dan is alles helemaal, dan helemaal geen contact meer. Wij hebben echt heel de grens aangegeven. Hij mocht niet thuis blijven. Hij mocht niet bij je moeder komen, niet bij mij komen. Hij moest een kliniek in. Nou, dat is eigenlijk heel goed gegaan. En daarna in die kliniek, toen ging het echt wonderlijk, ging het dus heel erg goed in die kliniek, terwijl je helemaal niet wilde. Nee, nou ja, het ging goed. Ik vond het verschrikkelijk, maar ik heb me eraan over. Er was geen keus meer. Dus het was nu die 100% die ik nooit inzet had. Het was altijd slappe hap van mijn kant. En dan ook niet de allerbeste hulpverlening. Maar goed, laat ik vooral naar mezelf kijken. Ik ben er toen. Ik heb me nog niet eens, kan ik zeggen, dat ik elke dag uit mijn bed sprong om 7:00. Nou, we gaan er wat van maken. Maar gewoon, ik heb me overgegeven. Oké, ik weet het niet meer. Zeg het maar. Ik begrijp er eigenlijk helemaal niks van. Ik dacht natuurlijk dat ik het allemaal beter wist en wel kon. En ik wist alle hulpverlenerstaal. Maar ik deed er eigenlijk geen zak mee. Of zoals het dan echt moet. En toen ben ik dat gewoon... Ik ben maar gewoon gaan doen wat ze zeggen. En dat werkte. Stap voor stap. Niet eigenwijs. En gewoon mijn kop houden. Gewoon. En toen belde je me. En toen zei je... Er zijn hier mensen die zijn al 30 dagen clean. En toen zei ik... Een meeting. Hij was een meeting. En toen dacht ik... Ja, 30 dagen clean. Nou, laten we eerst maar zien dat je in een week clean kan blijven. Ja. Zo was dat. Ja, ik was het vertrouwen erin kwijt zelf. Ik kon niet geloven. Maar toen waren beneden in die kliniek waren meetings van het 12-stap-programma. En dan heb je zo'n muntje van 30 dagen en een maand. En was er iemand 3 maanden of een maand clean. En dan dacht ik echt, nou, ongelooflijk. En dan ging iedereen klappen. Dan dacht ik zoiets van, wat gebeurt hier? Ja. Maar... Dat was wel de eerste keer dat ik begon te geloven dat het kon werken. In ieder geval dat er iets was wat werkte. Want dat had ik ervoor nog nooit meegemaakt. Dat werkte eigenlijk nergens. En later pas dat voor mij ook wel zou kunnen werken.
En toen belde ik jou op. En wat je eigenlijk, wil ik je toch teruggeven, wat je gewoon heel goed gedaan hebt. En dat vind ik heel knap. En is voor iedereen anders. Hè? Want soms kunnen mensen, als jij 30 jaar met mij wel had meegemaakt, kan ik me ook voorstellen dat je geen contact meer wil. Ja, heel goed begrijp ik dat. En sommige, dus iedereen heeft daar zijn eigen grenzen en gevoel in. Mm-hmm. Maar jij bent toen wel liefdevol op de achtergrond gewoon aanwezig geweest. Hè? Je kon je bellen. En dan zei je, nou, ik hoop het en dit. Ja, maar je hebt het wel echt bij mij gelaten. Ja, en het was ook geen relatie. Ik had ook echt geen relatie met je. Ik heb echt gedacht van, ik ben met je, maar je moet dat zelf uitzoeken. Ja, ja. Nou, wat ook heel erg, toen had ik eindelijk die kliniek doorgeworsteld. Echt letterlijk, verschrikkelijk, elke dag. Maar tegen de stroom inzwemmen. Maar goed, ik heb dat gedaan. En toen dacht ik, na 8 weken was dat zoiets van, nou, ik ben nu ik ben genezen. Het is klaar. Ik kan nou wel weer naar huis komen. Maar je had ook echt het kwartje was gevallen. Ja, dat was ook was echt wel, zo. Dat is wel, maar ik dacht toen van, nou, het is probleem is opgelost. Ja? Ik kan wel naar huis toe. En toen, wat zei jij toen? Naar jou toe. Nou, toen zei je van, want we hadden, ik had het contact. Maar toen zei hij, ik ben nu clean. En dan kunnen we het misschien weer proberen. Dan kom ik naar huis. Ik zei, nou, bij mij kom je niet meer naar huis. Want ik had inmiddels ook geleerd door de meetings die jij had. En ik ben zelf naar Al-Anon geweest en CODA meetings. Toen zei ik van nee, dan ga je naar een safe house. Niet bij mij. En je moeder heeft dat ook gezegd. Want je wilde eigenlijk meteen bij mij terugkomen. En je moeder heeft ook gezegd nee, je gaat naar een safe house. En dat was heel, heel erg spannend. Want het ging goed met hem. Hij zag er veel beter uit. Hij had weer kleur. En hij had energie. En hij at weer. En hij was vol goede moed. En weer bezig met waar hij mee bezig met het licht. En hij voelde van, ja, het is goed. Maar ja, het safe house was in Amsterdam. En dan moest hij in zijn eentje gaan wonen. En in Amsterdam was waar hij altijd ging gebruiken. Ja. Maar we hadden echt zoiets, zijn moeder en ik. Als hij het ergens moet leren, dan is het dan maar wel in het Hol van de Leeuw. Ja. Maar niet bij ons. En dan zien we wel hoe het verder gaat. Hij moet het eerst echt een jaar op eigen benen doen. Dat is wel, ik vind dat, het raakt me ook dat je dat zo zegt. En het is zo goed voor me geweest. Weet je, dat altijd maar onder die vleugels, onder de paraplu van de familie en mijn moeder en van jou en mensen die dat allemaal faciliteren en helpen. Om dat gewoon helemaal weg te halen. En dat is precies wat ik nodig had. En dat was, nou, ik heb toen, daar heb ik heel veel aan gehad. Ik had een fantastische begeleider in het C-fase, waar ik nog steeds heel erg dankbaar voor. Gewoon iemand die me gewoon een heel simpel dag, ik wist niet hoe ik een dag normaal moest leven, maar die me daar gewoon doorheen hielp. Gewoon, en dan ga je opstaan en dan koop je een krantje. Of, en dan ga je naar de bakker en koop je. En dan ga je gewoon ontbijten. En dacht ik, oh, moet ik het. Ik wist gewoon helemaal niet hoe ik een normale dag moest invullen. In plaats van gelijk gebruiken en geld en, nou ja, het hele circus eromheen. Of alleen maar helemaal naar de kloten zijn en daarvan bijkomen. Gewoon leven leiden. Nou, dat, hè, stap voor stap voor stap. En we hadden toen, en af en toe kwam je dan langs. En dan, en dan nam ik een tasje boodschappen of een pannetje eten mee. En, maar wilde het gewoon alleen maar zo. Maar goed, we hadden toen, toen waren het toch al maanden dat het al, hè, maanden telde op. En ik ging naar de meetings en ik deed braaf wat ik moest doen. Soms met frisse tegenzin. Nou, wat toen voor mij de doorslag heeft gegeven, dat ik ook wel echt wel genoeg lef had om jou echt weer ook te vragen. Want je was en je bent de liefde van mijn leven. Dat zal ook nooit veranderen. Is dat ik. ja, dat mag ook. Dat ik na 1,5 jaar was ik clean en toen werd ik uit het niks teruggevraagd bij Doe Maar. Want ik was helemaal niet met Doe Maar bezig. En nou ja, zij kennelijk ook niet met mij tot een bepaald punt. Om terug te komen bij Doe Maar te spelen. Symfonica en Rosso. Echt van niks. Ik had geen geld. Ik had niks. Tegelijk het allergrootste bak van Nederland. De Gelderdome met 34.000 mensen. Je zat mensen. In een kraakpand, want toen was je al uit het safehouse. Ja, ik zat in een kraakpand, in een anti-kraakpand. Via een vriend, anti-kraakpand. Ja, anti-kraakpand. Zonder verwarming. Ja. En gewoon, en dat was eigenlijk zo goed voor mij, want ik was een verwend nest daarvoor. Maar ik werd toen teruggevraagd om te spelen en
Nou ja, en toen was anderhalf jaar of zoiets dat ik echt clean was en echt in Amsterdam gedaan. En toen had je Doema gedaan en toen dacht je, ik ben eruit. Toen was je bij hun terug. Ja, toen ben ik bij hun terug en toen heb ik tegen jou ook gelijk maar gezegd van... Nou, ik word er teruggevraagd en ik geloof er nu echt in en ik kan het. Wilde ik ook met jou trouwen, heb ik toen gelijk gezegd. Ja. Toen dacht jij, toen zei je, nou, volgens mij ben je niet helemaal goed geworden. Ja, nee, maar je was eerst bij hun terug en toen was je daar, had je een soort try-out gedaan. Ja. En toen was ik niet meegegaan. Ik had zoiets, hij moet dat echt alleen doen en ik wilde het ook allemaal niet. En toen was het geweldig en toen had je zoiets, ik zit hier in mijn eentje in een hotel en ik was zo ongelukkig hiervan, ik wil gewoon bij jou zijn. En toen kwam je bij mij, toen kwam je en toen zei je van ja, ik zit helemaal in de lift en ik wil. Toen zei ik nou, nog steeds laten we nog kijken. En toen hebben we op een gegeven moment ben je gekomen. En toen waren we weer een griep of een koud. Dat deed ons altijd wel goed. En toen vroeg je, zaten we in ons badjas. En toen zei je, ja, het gaat nou zo goed. En ik ben clean en ik heb het al die tijd in Amsterdam gedaan. En je weet, wil je met me trouwen? En toen voelde ik, ja, ik wil natuurlijk met je trouwen. Want je bent clean en je gaat er helemaal voor. En ik heb toen ook weer het vertrouwen gehad. En toen zijn we ook samen... bij het Sinfonica in Rosso. Toen stonden we daar. Dat was ook zo bijzonder. In dat hele grote Gelderdoom. Voordat hij ging optreden. En toen hielden we elkaar zo vast. En nou ja, eigenlijk van... Ja, ik zei... Ga je de Sterren van de Hemel spelen? En toen kwam hij terug. En toen moesten we elkaar echt knijpen of dat nou gebeurd was. Want 2 jaar daarvoor, of 3 jaar daarvoor dan. 3 jaar daarvoor was dat, toen we elkaar leren kennen. Ja. Toen zat je dus met al die schulden, woonde je bij je moeder en geen geld. En was je ineens teruggevraagd bij je vrienden van Doe Maar, die je ook zo liefdevol ontvangen hebben. En we zaten in één keer in een heel ander verhaal. Ja, dat is heel bizar hoe dat zo kan veranderen als je... Ja, dat is dan echt mijn ervaring. Als je er echt aan overgeeft, je gaat echt doen wat er de bedoeling is om te doen. En je blijft dat doen dag voor dag, dan komt er ook iets terug. En zo werkt het ook gewoon. Nou ja, dat is ongelooflijk. Als laatste wil ik eigenlijk nog vragen van... Hoe lang heeft het geduurd voor jou, ook voor de mensen die luisteren en kijken... voordat je me weer vertrouwde? Dat je echt dacht van nou, wat hij nu zegt, dat is ook zo... Ja, dat is nu al heel lang, want we zijn nu al 15 jaar samen. Ja. En 12 jaar getrouwd. Ja, maar ik zit even te denken dan dat ik dat weet. Dus al, ik vertrouw je natuurlijk al heel erg lang, want er is voor mij niks nu meer in mij. Nee, dat gelukkig. Waar ik jou niet in zou vertrouwen, want je hebt het heel anders laten zien. Hè? Dus je hebt echt een hele andere kant van jezelf laten zien. Maar dat was in het begin niet zo, want dat is misschien toch wel belangrijk om ook te vertellen. In het begin had ik echt zoiets van, oh, ik neem mijn spullen, mijn tas mee naar boven. Dat sloeg nergens op, want hij had nog nooit iets uit mijn tas gepakt of zo. Maar voor mij nam ik mijn tas mee naar boven. Of als hij ging zeggen, ik ga ergens naartoe. Ik weet ook nog wel eens naar een meeting. Dan dacht ik... Ja. Want, en terwijl ik heel goed kan voelen, maar ik kon niet meer. Ik kan echt heel goed voelen, want dat is mijn kracht. Maar ik dorst niet meer naar de mijn intuïtie te vertrouwen, omdat die vertroebeld was. Omdat ik zo van hem hield en eigenlijk alleen maar wilde zien... wat ik wilde zien. Dus dat ik toen ik hem weer ging vertrouwen, toen hij clean was, heeft dat toch nog wel geduurd. Ik denk, ja. Al toen ik ja heb gezegd met trouwen, toen maar vertrouwde zijn wel ik je anderhalf al. Anderhalf jaar verder. Anderhalf en jaar zo is verder. Het wel geduurd, ja, hoor. Zeker. En terecht ook. Ja, weet je? Zeker anderhalf jaar. Ja, zeker. Dus toen we gingen trouwen, vertrouwde ik je al helemaal. Ja. Ik weet nog één keer. Nog even te vertellen dat ik inderdaad echt naar... ging dan naar Amsterdam, maar dan ging ik naar een meeting toe in plaats van gebruiken. Maar dat je dan weet ik nog dat je me een keer belde van... sta je er wel echt? Ja, en ben je er wel echt? Ja, want dan wil je het gewoon... Je weet dan, vroeger deed zei je ook wel eens... Ik ga even ergens naartoe. Ja, en dan was je ergens anders. Ja. Maar het heeft natuurlijk, godzijdank, was dat toen allemaal heel goed. En je hebt heel erg laten zien. En daar ben ik echt heel trots op.
Je bent elke dag nog bezig met voor jou dan het 12-stappen-programma. Ja. Je met gezond leven, eten, naar anderen te helpen. Je hebt heel veel goed gemaakt met mensen. Dit is wat jij doet met die podcast. Daarom zit ik dan ook hier. Wat je heel graag aan de mensen wilt teruggeven. Dat er echt hoop bestaat en dat het kan en... dat er altijd wonderen zijn en dat er elke dag wonderen kunnen gebeuren. Dat heb jij laten zien en dat laat jij zien door jouw missie, wat je doet. En dat vind ik echt heel veel bewondering voor dat je dat zo doet. En ik heb ook heel veel bewondering voor alle ouders en familie en partners van mensen die met de verslaving omgaan, omdat ik weet hoe... Ja, je liefde over alle grenzen gaat en je bezorgd bent en van ze houdt en alles wil doen. Niemand die dat niet heeft ondervonden, weet wat je meemaakt. En ik ben zelf toen naar die Al-Anon-meetings geweest en naar de CODA-meetings, dat wil ik zeggen. En toen in het begin dacht ik, toen ik daar voor het eerst kwam, ik hoor hier helemaal niet thuis, want ik ben zelf therapeut. Ik ben in een hele verkeerde film terechtgekomen. En toen voelde ik echt van, ik moet niet kijken naar de verschillen, maar naar de overeenkomsten. Dus ik weet voor alle familieleden, weet je, ga hulp zoeken naar mensen die het weten. Zoals de kliniek waar René werkt, ook voor die kinderen, is ongelooflijk geweldig. De verhalen die ik iedere keer terug hoor wat er met de kinderen gebeurt, hoe de ouders ondersteund worden. Ik zie wat jij doet met werk, met mensen, gewoon privé en collega's van jou. Er is zoveel hoop en zoveel mogelijk. Alleen, ja, ik denk dat het voor ouders en vrienden en partners en kinderen de bedoeling is, als je dierbaren verslaafd zijn, dat je eerst zelf in je kracht blijft en in de liefde, niet in boosheid en ook hulp gaat zoeken. Nou, ik vind het zo mooi wat je gezegd hebt. Ik heb echt niks meer aan toe te voegen. En ik ben toch wel echt emotioneel geraakt van het hele gesprek. Omdat het inderdaad zo dichtbij is. Is ook heel dichtbij. Weet je, maar ik wilde ook mee afsluiten. En ik hoop voor iedereen die kijkt en luistert dat je dit deelt als je denkt... Ja, ik ken nog iemand die ook zo'n verhaal heeft. Hè? Of er zijn zoveel mensen die worstelen in hun eentje achter de voordeur, proberen het uit te zoeken, alleen op te lossen wat niet werkt. Hè? Of zich schamen, want ja, mijn man, mijn kind doet dat. Nou, je hoeft je niet te schamen, want er zijn miljoenen mensen in Nederland al, in de hele wereld, honderden miljoenen die gewoon met ditzelfde probleem worstelen. Maar daar wil ik toch ook nog wat over zeggen, ja. Want dat is wel iets wat ik herken. Ook als familie van, een vrouw van, je schaamt je voor hetgene wat hun doen. Dus je wil niet daarmee naar buiten gaan, want je wil iemand ook niet in een kwaad daglicht zetten, want je weet die andere goede kant, je kan dit verhaal niet delen, want je denkt, dan denken mensen van, die is niet helemaal in orde, of die is wel heel dom. Je schaamt je voor het gedrag van de ander. En je schaamt je ook omdat je niet wil dat iemand anders een heel verkeerd beeld over degene krijgt van wie je houdt. En dat taboe moet dus doorbroken worden. Ja, precies zoals je het zegt. Maar daarmee, door dat schamen, bescherm je ook dat stuk verslaving wat er gewoon in zit. Je houdt het in stand. Ja. Dat is wat je doet. Je houdt dat in stand. Dat heb ik ook gedaan. Dat hebben wij ook gedaan. Maar gelukkig doen we dat niet meer. En ik gun alle ouders en vrouwen en partners en mannen en kinderen dat ze gezonde familieleden terugkrijgen. En dat we net zo gelukkig kunnen zijn als ik met jou ben en dat we dat hebben bereikt, is ongelooflijk. Ja, dankjewel, lieve schat. Ja, mensen, misschien vinden jullie een hele kleffe podcastaflevering, maar zo is het gewoon wel. De liefde tussen Margrethe en mij is er echt en die is altijd geweest. En daar ben ik enorm dankbaar voor en zielsgelukkig mee. En we hebben ook keihard gewerkt, want ook die 13 jaar stel was geen walk in the park. Zeker niet. Zo is het niet, weet je. Ik dacht in het begin, na een half jaartje clean en dan komt het allemaal goed. Nou, zo is het gewoon niet gegaan. En zo is het bij niemand. Het is echt werken en eraan blijven werken. Maar we zitten hier en... dat is echt wel iets waar we heel blij. En ik moet ook zeggen, je bent de allerliefste vrouw die ik ken. Maar je hebt echt geleerd om nee te zeggen, dingen aan me terug te geven, grenzen. En dat heb ik gewoon nodig. Want
stukje. Het is heel gek. Ik ben altijd dat ik niet nee kan zeggen. Maar bij jou heb ik echt geleerd om ook gewoon in het verdere leven nee te kunnen zeggen. Of dat doe ik niet, ja, of dat wil ik niet. En nou, dus dat is al heel, dat is ook weer een hele mooie les voor mij. Ja, precies. Dus jij hebt er ook veel uit en meegenomen eigenlijk. Ja. Dus. Nou, mensen. Oh, wat een aflevering. Nou, ik hoop dat jullie hier echt veel van meenemen. Vooral het verhaal van Margrethe en mij. Maar ook wat je daar zelf in herkent. En dat er altijd hoop is dat het kan echt veranderen. Maar wees liefdevol aanwezig. Maar stel die grenzen en faciliteer geen verslaving. Geen enkele manier, want dat gaat niet helpen. En dan als je wel die grenzen stelt en je laat liefdevol los, dan kunnen er echt nog wonderen gebeuren. Dus nou, als je nog niet geabonneerd hebt op dit kanaal, doe dat dan alsjeblieft. Deel het met anderen en like de video, want zo wordt het verspreid, zodat veel meer mensen dit kunnen zien. Dus dank jullie wel voor het luisteren en kijken naar deze aflevering. Jij, dank je wel, schat, dat je hier bent geweest en dat we de moed hebben verzameld om dit toch te doen. En ik hoop jullie te zien bij een volgende aflevering van deze podcast. Dank je wel voor het kijken. Heel veel liefs, licht en kracht voor jullie allemaal.